ziet er niet slecht uit. Dat is wel duidelijk ook naar 50-50, hè, liefje? Ja. Amai, dat ging volledig mis. Oké. Hallo iedereen. We zijn vandaag, absoluut, 1 maart. Zoals jullie kunnen zien. En 1 maart, de eerste dag van de nieuwe maand, is altijd een feestdag hier in dit mooie appartement. Want dan zijn Lorenzo en ik een maand meer samen verder in onze relatie. En vandaag gaan we zelf pizza's maken om dat te vieren. Maar ik ga dus eerst even douchen voor we eraan gaan beginnen. Lorenzo is nu nog aan het streamen. Dus aan het entertainen voor jullie. Maar subiet ga ik hem halen voor te vragen of hij mee pizza's wilt maken. 2 hours later. Oké, we zijn gedoucht. En dus nu ga ik vragen aan Lorenzo of hij mee pizza's wilt maken. Want ja, hij weet dat natuurlijk niet. Dat is een verrassing. Ik hoop dat hij zijn stream gaat willen verlaten, maar dat zal wel zeker. Ga jij mee, Calipotje? Ga jij mee, papa, vragen? Ja, Calipotje. Ga je mee? Ga je mee? Zeg eens dag. Zeg eens dag. Hallo. Zeg eens dag. Hallo, zeg Flippy. Kom, je hebt schouder? Oké, flinkjes. Oh, maar dat was hard ingezoomd op mijn hoofd waarschijnlijk. Ja. Oké, let's go. Ja. Het is wel een lang stuk, niet normaal. Liefje? Ja, wacht even. Mijn liefje, dat vlog ik, kijk! Liefje! Waar is dat? Hallo! Ja, dat is hem. Hallo. Ben je gedoucht? Ik ben gedoucht. Oké. Waarom ben je aan het vloggen? Calipo en ik komen vragen of je meer pizza wilt maken dan ons. Voor onze 5 maandjes. Nu? Ja, nu! Waarom twijfel je zo? Flippy, flippy, niet in de kamer bijten. Laat ik mijn volgende park aan de kant zitten. Is dat goed? Ja! Is dat goed? Yay! Okay, ik kan niet nee zeggen, chit, ik kan niet nee zeggen. Ik ben vandaag 5 maandjes samen met Lina. En ze vraagt of ik meer pizza wil maken. Dus ik kan nu niet zeggen, maak ze alleen, zodat ik eten heb na de stream, want dat is elke stream opnieuw. Echt hè? Dat is hè, elke stream opnieuw stop ik bij streamen. Mijn eten staat daar klaar. Allee, ons eten, want hij heeft dat gemaakt. Dat is echt insane. Ik ben veel trap aan het rijden, lief. Neem ik nog geen geld op van mijn zending. Liefje. Ja. Oh, ongelooflijk. Kom hier. Als je eens kapot bent, dan is echt wel een groot probleem. Heb je dan een groot probleem, Flippy? Kom hier. Ik ben niet agressief. Voor de mensen die de vlog gezien hebben, ik zit nooit op de gsm als ik achter het stuur zit. Sikko, jawel. Je hoort het er zelfs zeggen. Ja. Tot de volgende keer. Ja, zeker, zeker. Ze is ongeduldig, hè? Ze staat... Nee, ik kwam... Sorry zeggen omdat ik jou gestolen heb. Wat? Dat ik sorry kwam zeggen omdat ik jou gestolen heb. Maar je hebt net toen niet gestolen. Van hun? Oh, liefje. Oh. Ze komt sorry zeggen omdat ze mij gestolen heeft van jullie. En bepaald, ik moet om 4 uur hier vertrekken morgen vroeg. Ik was net aan het zeggen hoe en wat, want zij is nu... Mijn sandwichjes aan het smeren ze voor morgen, als ik ga werken. Hé, liefje? Ja, kijk. Maar, we gaan dus vandaag pizza maken. Ik heb de stream iets vroeger afgesloten. En nu gaan we voor onze 5 maandjes samen pizza maken. Nadat daar sandwichjes klaar zijn. En, wat is dat hier? Paprika. We hebben hier kaas. We hebben hier champignons. Ham. Deeg. Mozzarella. Een soort van... dat is tomatensaus voor... Ja, je weet wel. Pizza te maken. Heb en? Heb je pizza gemaakt of wat? Nee. Liefje, alsjeblieft. Ik heb een leuk pizza gemaakt. Liefje. Lekker een knuffie. 5 maandjes, liefje. Goeie idee. Hoe hou je dat eigenlijk vol? Moet jij zeggen. Is er nog een brood of zo mee? Eh? Is er een brood of zo mee? Ik heb mijn eigen brood hoor. Kijk. Ah ja, dat weet ze nog niet. Ik heb enkel op mijn Instagram gepost, maar ik heb gewoon mijn eigen broodjes. Flex die biceps en joejoe. Cool, liefje. Van jou gekregen. Cool, hè? Ik wil kipfilet. Dat vind ik wel nice. Mijn eigen broodjes. Ik vind het echt wel leuk. Dank je, liefje. Flex die biceps en joejoe.
In ieder geval, ik ga een statief nemen, want ik ga niet altijd met de camera zo in mijn handen staan terwijl ik pizza ga maken en het nog nooit heb gedaan. Dus ik ga hier neerzitten. We gaan die lampjes aandoen, zodat het allemaal veel mooier is hier. En dan ziet het er zo uit. Ik neem aan dat het zo moet. En dan... Volgens mij... Oei, wacht! Moet dat niet zo... Ja, amai, chic! Wacht, oeh, oeh, oeh. Hier kan het al lopen. Ah, wacht, ik zie het probleem. Het is te groot, het stukje. Ik denk dat het te groot is, ja. Nee. Nee, minder groot is. Ik ging wel plooien. Het is maar plastic, hè. Cool, hè? Oei, dat heeft wel plak. Ik heb honger. Pak dan chips. En stop eens. Bruh. De lekkere. Deze is goud. Ik ga niet liegen, deze salen. Deze is niet gesponsord, maar Crocky Thai Curry is insane. Weet je waarom? Weet je waarom dat kennen? Van mijn onkel en tante. Ja, haar onkel. Oh, thanks. Ja, lekker. Dat geeft mij curry vibes en ik hou van curry. Mm-hmm. Maar... Doe dat anders beter in een potje, want anders heb ik die zak voor mijn paprika. Mag ik dus wel zeggen? Ja. Ik was net op stream aan het zeggen. We zijn terug in fitness. We zijn keigoed bezig. We zijn pas eten aan het letten. Eén keer in het weekend gaan we zondag maar niet overdrijven. We zijn pizza's aan het maken en chips aan het eten. Even... Op een woensdag. Deze is toch beter dan... pizza's van hiernaast. Van bij de... Pizza op zich is niet erg, maar die chips wel. Maar kijk, we zijn al 1 keer 5 maanden samen. En jij kan niet wachten om te eten, dus ja. Ik heb vandaag gewoon nog niet veel gegeten, snap je? Niet overdrijven. Ik heb vandaag gewoon nog niet veel gegeten. Enkel jouw web en een waterkoeltje. Dan gaan we even influencen aan. We hebben hier de lemon basil. We hebben hier de cold brew koffie. Deze zijn van de limited editions dingen van Y-Food. Denk niet dat je nog kunt bestellen zelfs. Maar om even het verschil te zien tussen de grote en de kleine. Dit is de kleine, dit is de grote. Wijst zichzelf uit. 500 milliliter, 330 milliliter. Die 330 drink ik dagelijks. Als ik 's ochtends mijn bus instap. Dat is het eerste wat ik drink. Dat is gewoon vol met vitamine, mineralen, uw vetten, uw eiwitten, uw koolhydraten. Dat is een zeer rijkelijk drankje. Super lekker ook. Cold brew koffie met nog natuurlijke cafeïne in. Dus als je dit wilt proberen, voel je niet verplicht, maar ik kan het alleen maar aanraden. De code is dardro-twitch of dardro-insta. En dan kun je gewoon op de site van Y-Food zelf bestellen. Je kunt een taster pack bestellen om te kijken of je het lekker vindt. En dan kun je nadien nog een grotere bestelling plaatsen voor je dagelijkse inhalen van Y-Food. Maar probeer het eerst even uit. Ik ga niks verkopen wat slecht is, dat weten jullie ook. Maar toch, voor jezelf, niet iedereen heeft dezelfde smaak uiteraard. Dus test it out. Kleintje, grote. Even tussendoor. Heerlijk. Goed. Allee. Sorry. En? Het is wel goed, hè? Ja, goed. Goed gekruid. Oké, we hebben nog nodig. We hebben paprika, we hebben van die saus, we hebben champignonnen. We hebben mozzarella. We gaan de mozzarella op ons snijden, zo niet. We hebben ham. Is dat eigenlijk ook al basically klaar? Ja, kort wacht op. We hebben chips. Chips! Nee. Waarom heb je een pizza deeg nog niet opgerold, meneer? Yummy! Sst! Zeg je? Yummy! Oké. Mooi weer! Vandaag, ja, jongen. Rust, kom. Zalig zo die rust, hè. Met oren. Stil. De rest gaan we niet doen. Yummy. Yummy.
Yummy, ja, ik zag het al. Er ging een set komen, yummy. Gewoon timing, mensen, dat is gewoon de timing. Ja. We gaan dat inpreken, oké? Okay? Zeker, ik kan niemand verstaan als ik het zie. Kijk eens, mooi liefje. Kijk die buikspieren, zeg. Jij moet iets draaien en dan moet je het opspannen. Jij hebt een hand aan de kant, dan zie ik het niet. Zie je, voilà, buikspieren. Dan krijg je dus wat pizza te eten, hè? Toch? Ja, chips. Ja, chips. Dan jij wel, ja. Gezonde pizza, gezonde chips. Gaan we doen, helft-helft, omdat ik kan dat niet tegelijk. Ik lust heus wel uw pizza. Ja, maar ik moet even. Wacht, deze moeten we eigenlijk uit de hand filmen, toch? Nee, ik ga die pizza maken. Okay. Ja. Oké? Okay? Zie dat er nog kaas is voor bovenop, hè? Ja. Uw stukje kaaskorst dat jij maakt is wel beter dan wat ik heb gedaan. Kijk, dit is wat ik deed. En dit is... We gaan nog reizen, hè. We gaan nog helemaal naar Dubai en terug. Zo. Okay. Water in een mond. Dat was dat. Ja? Oké? Okay. Ja. Ja. Nu. Je saus. Heel simpel. Lorenzo, maak je die pizza. Kijk goed. Oh my god. Kijk goed. Ja? Ja? Is dat klaar? We zijn aan het kijken. 3, 2, 1. Eén dingetje gemist toch? Ik ging net zeggen, ik hoop niet dat dat is. Maar dit is voldoende nog. Gaat dat ook nog reizen misschien? Nee, maar wil je nog saus? Nee. Lieve, laat maar. Doe het zoals jij het wil. Ik weet dat. Stop! Zo is goed. Ja? Oké? Okay. Wat is dat? Ik heb nog nooit zelf pizza gemaakt, dat is kei leuk. Lorenzo. Ik heb mijn naam niet gestolen, ik ben een pizza maker. Hé, ik zou nog kunnen, hè? Nog meer, liefje, doe normaal. Kijk hoe weinig je daarop doet. Eerst, stop. Ja, zeg! Jongens en meisjes, het handboek van de vrouw. Dus nu champignons. Mannen van, hè? Nog meer. Nog meer. Maar stop! Ik snap het. Oké, ja? Ik weet niet of jij dat ook wilt op jouw helft, maar... Tuurlijk. Dat was een autistische pizza, dat weet je toch? Wat bedoel je? Dat allemaal recht liggen. Alles waar recht is. Dat is zeker waar. Ja. Daar van onder zie ik nog een plaats. Ja, die. Oké. Okay. Elkaar aan. Ja, dan. Jij ja, hop, ik kip. Ja. Nee? Ja. Ik wil die kant. Dat wist ik al. Ook niet overdrijven, hè, want ik hou niet echt van ham, maar ik wou toch ham snappen. Want ik ben raar. Dit. Op jouw deel. Een lekkere kip die ik heb gemaakt gisteren. Ja, die is echt goed. Oké, maar nog een pizza maken, hè? Dat is gewoon niet overdrijven. Zo. Ik denk dat het nice. Jij hebt nog mozzarella. Mozzarella. Toch? En kaas er bovenop, ja. En nu gerasp de kaas overal over. Hoe lang duurt dat zo dat pizza insteken? Hoe lang moet dat? Een kwartier met dat erin. Een kwartiertje? We kunnen het vinden al maken terwijl het andere insteken. Dat heb je ook misschien, mijn slim liefje. Moet jij ook weer pakken? Nee, op de pizza.
Nee, Italianen maken nu al verder, weet je toch, wat je nu aan het doen bent. Op elke pizza en in de pizzeria zit een oregano. Waar of niet? Nou, dat dacht ik al. Laat het me weten in de reacties. Lieve, met zijn mooie pizza gaan halen, misschien. Gaan halen wel, maar niet zelf gemaakt. Maar wel, op elke pizza staat er toch comma oregano. Ja, ja, zeker. Pizza Hawaii met oregano, natuurlijk. Iedereen bestelt dat toch zo. En welke pizza had u graag gemist, meneer? Oh, ik had graag een pizza salami gehad met oregano, hè? Oh. Wacht, nee, we gaan dat eerst in de oven zetten, maar... Voilà. Ik kan wel moeten laten halen. Nee, kom. Hier, vul hem maar. Ik zal het wel even voor jou doen. Wat? Ja, maar dat is gewoon een kutoven, want dat is niet leuk. Pizza los de grond, trouwens, wacht. We moeten eerst hoe het er nu uitziet. Ben je nog boosjes op je liefje? Nee, ik ben niet boosjes, maar je bent gewoon soms zo van, ik weet het beter, maar je weet het niet beter. Oh, jij een knuffel? Ja. Oh, je moet stoppen met altijd beter te leren. Maar ik weet het toch? Nee, je weet het niet beter. Je hebt onze pizza bijna kapot gemaakt. Want ik wil eentje besteld bij Roberto. Nou, je weet het, komt niet zo open vandaag. Dat is toch gewoon zo, denk ik. Ik love you. Vijf maandjes. Ja. Dat is wel goed. Ik heb het al zo lang volgehouden, man. Ja, dat vind ik me heel. Gaan we de volgende pizza maken? Of wil je... Ja, doe er nog maar één. Nu ben ik benieuwd. En nu kaarsje, liefje. Doe dat op die ruimte. Doe flink en stil dat je bent al de hele tijd. Hè? Kom jij hier op stokje? Kom hier op stokje. Stokje? Flink zo, meisje. Yummy. Past. Het ziet er niet slecht uit. Het is wel duidelijk ook naar 50-50, hè, liefje? Ja, zo. Nice. Het ziet er echt goed uit. Door de kip. Nee. Yummy. Joehoe. Ja. Moment van de waarheid. Nu zo. Ja, maar ik vind het schaar lekker. De andere kan er langer in, maar dit is geweldig. Echt schenk dat Lorenzo Jacobs nog nooit zelf pizza gemaakt heeft. Yummy! Liefje! Die ziet er nog 10 keer zo goed. Oké. Ik ben benieuwd. Yummy! The next day. Thuis van het werk net. En kijk al klaarstaan. Dat moest er nog komen, een liefje. Ja! Yeah. Een taartje voor onze 5 maandjes samen. Leuk, hè? Ja. Yeah. Oké, okay, ik heb een idee. We gaan blazen. En dan gaan we tegelijkertijd de vlog afsluiten. Bedankt om te kijken op de vlog. Hopelijk vond je het leuk. Dan een duimpje omhoog. Laat het in de reacties hier beneden wat je ervan vond. En dan gaan we de vlog afsluiten met blazen. Oké, okay. Dan zeggen we zoals altijd.
Flex die biceps en joejoe! Ja! Lief, ja! Welkom bij de dag!